dan hier weer langs. Ja. Is handig. Ja. Wat licht. En toen was het groen. Nou. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik open de vlog eens een keertje weer lekker uit bed, helemaal gezellig. Mijn naam is Karin Stammel van de Werf, mijn man die heet Roderick Stammel van de Werf. Ja, en het is vandaag, namelijk vandaag zaterdag 3 oktober 2020 en het is nu 13:35. Ja, en ik heb hier de hele beestenboel. Ja, ik heb die, ik heb daar een zusje, hè. Ligt allemaal zo lekker bij elkaar. Oh ja, hé. Hey. Even lekker wakker worden bij mij. Jij. Ja, en jij bent ook lief. Ja, piep. De baas komt er zo aan, hoor. Ja, de baas komt er zo aan. En daar ligt Lady. Oh ja, ben ik wel aandacht. Ja, maar ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog met alles wat we gaan doen. Nou, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik ga even inzoomen. Daar staat een busje met aanhanger. Ik weet niet wat we gaan krijgen, maar we krijgen dus wegwerkzaamheden. Ja. Dit is erg grappig. Kijk, en daar gaan ze weer. Er is al zo'n dingetje neergezet. Kijk, die zie je daar. Ho, daar. Ik ga even uitzoomen. Die zie je dus daar staan. Dus ja, ik weet niet wat, maar dat komt wel weer goed. Even doen, net lekker gedoucht. Mijn haar even doen. Roderick die wordt moe van mij, scheelt weer. Ja, dat zei hij net, en dat hij moe van me wordt. Nou, dan moet hij lekker geslapen. Even mijn haar even borstelen. Hij schat. Waar staat het weer? Bijna. Even mijn haar even doen. Heel even dan. Ja, en ik begin niet onderaan. Nee? Waarom niet? Altijd onderaan beginnen. Ja, weet ik. Maar ik heb nog niet echt heel erg lang haar om dat te gaan doen. Maar in principe altijd inderdaad onderaan beginnen. Maar we krijgen wegwerkzaamheden, lief. Oké. En we krijgen wegwerkzaamheden, lief. Want je ziet... Daar, op de hofzicht, een paaltje. En daar zijn ze dus nou mee bezig om dat dus te doen. Dus ik weet niet wat ze gaan doen, maar we zullen het beleven. Dat is palen. Paaltje halen. Ja. Dat is balen, paaltje halen. Dat is weg. Ja. Paaltje weg. Dat is pet, paaltje weg. Dat is rot. Paaltje kapot. Ja, heb je nog meer van deze onzinnige, leuke, grappige dingen? Ja, nog eentje, maar niet voor YouTube. Vertel. Het begint met een K. Ja, vertel. En eindigt op iets anders. Nee, vertel. Dat kan niet. Dat zijn vieze... Nee, vertel. Onderwijs. Ik vraag, vertel. Ja, dat is balen. Winkel gesloten. Dat is balen. Nieuwe kloten halen. Een klotendrea. Nee, maar wat wil je zeggen dan? Wat jij net zei, maar dan in plaats van balen, dat woord. Dat is winkel gesloten. Nee, even een kut winkel gesloten, zeker. Nee, met een loten erachter. Nee, vertel het gewoon, punt. Dat is loten, winkel gesloten. Nee, dat is kloten, winkel gesloten, zeker. Dat zeg jij. Nee, kloten. Ja. Nou, ik zeg het wel, want dat mag gewoon. Klote winkel gesloten. Joehoe, jammer. Yay. Lekker met de hondjes lopen. Ja, pissie doen. Goed zo. Plasje doen, pissie doen. Ja, plasje doen. Ja, dat is iemand met een ander hond. Ja, kom. En wie hebben we erbij? Roderick is erbij. Ja, doe maar lof. En wie trekt nog het meeste, dat is mevrouw in het midden. Die gaat of helemaal die kant, of helemaal die kant op. Dat is een afwijking van haar. Op een of andere manier. Hoe ik dat moet aanpakken, weet ik nog niet. Maar dat komt vanzelf wel.
Ja, mevrouw. Hey. Laat Lady ook even met rust. Kijk, en dan doe ik het gewoon even zo. Zo, punt NL. Zo, ja, dan doe ik het lekker zo. Haha. Ik heb nog voetjes ook hoor, lieve schat. Ja, ik heb nog voetjes ook. Goed zo. Kijk, goed zo. Keurig. Kijk, hoe ze nu lopen, dat vind ik niet erg. Maar we gaan niet de hele tijd of helemaal die kant op trekken of helemaal die andere kant. Nee. Dat is namelijk niet nodig, hè? Nee, hè? Doe maar. Lopen. Nee, niet onder de lijn door. Dat is eng, hè? Dat dacht ik ook al. Doe maar. Bulldozermodus mag uit, hoor, schatje. Ja. Nee, daar gaan we niet naartoe. Nee. We gaan niet daar naartoe. Nee. Rechtdoor. Rechtdoor. Lieve schat, rechtdoor. Kom maar. Rechtdoor. Rustig, lieve schatje. Ja, doe maar. Rechtdoor. Wachten. Je zus moest nog wat doen. Hé, schat. Dat is handig. Hè? Huh? Krijg er het heen en weer van. Ja, bijna wel, ja. Hoe cute is dit? Hij zoekt zo vaak rustje en nou is het dit. Wat lief. Ja, je kan wel lief wezen. Ja. Dat is lief, hè. Oh. Ja. Ja, precies ongeveer hier, om het zo maar te zeggen. Hé. Hey. Oh. Jij zoekt altijd rustje en nou ben je heel lief. Hé? Hey? Hé, hey, Leed? Nee, maar hij heeft aan deze kant dus korstjes zitten. Maar waarschijnlijk en door een ruzie met hem draak, maar... Even wel even in de gaten houden dat het geen absces of zo wordt, maar ik denk het niet. Maar... Nee, dat leert hij wel. Hè? Dat leert hij wel. Geen ruzie te zoeken met draak. Geen knauw krijgen. En een keertje afgelopen dat er gepest de hele tijd. Hé, hey, Lady. Jij. Yeah. Moet ik wat eieren koken dan? Voor, nee, ik, ja, voor onderweg, maar ik wil zo wel even dus, twee... geklutste eieren, maar dan wel gewoon een normale ei. Gebakken ei. Maar dan door elkaar heen geklutst. Nou, heb je niet vertellen, nee, Tess? Gewoon gebakken ei. Gewoon, ja. Maar moet dat in elkaar geklutst zijn? Dat, ja? Geen gewoon gebakken ei door elkaar geklutst. Je doet of twee... Of het is door elkaar geklutst, of het is een gewoon. Je doet dus twee eieren in een kom, mok, beker. Je klutst die dus helemaal door elkaar. Dus eigenlijk gewoon kapot. Ja. Dat die eigeel dus met het normaal ei, weet ik veel, ja, eiwit. Daar krijg je eigenlijk een soort van omelet van. Juist. En dan een beetje lekkere peper, chilipeper, curry, paprika poeder, ja, erbij. Ja. Misschien een beetje... spekjes. Nee, spekjes niet. Misschien een beetje ketchup erbij. Ketchup? Okay. Ketchup. Een klein beetje, in die mini beetje. En dan is het in de pan. Okay, moet ik het doen? Dat is geen gewoon gebakken ei dan. Ja, maar het is juist lekker. Lekker staat in beeld. Ja, ja. Nee, je bent lief, ventje. Dus moet ik die dan even maken voor mezelf? Als je dat doen, dan... Graag. Meteen een vlog over maken. Heb ik al zo vaak gedaan, maar dat is goed. Dat doe ik. Geen boer omelet, maar een Karin omelet. Wil jij dan mij filmen? Je hebt er een statiefje. Ja. Veel stabieler. Handiger. Ja, maar Emma, dan kan jij juist een beetje inzoomen. Dat kan ik dan niet met een statief. Was ik ook bezig met dingen en dan ook nog filmen. Dat gaat ja, maar Emma, dit is snel gedaan, schat. Okay. Dit is gewoon heel snel. Yes? Ja, is goed. Oké. Okay. Speedo, ik vind jou heel lief, maar ik moet er even... Dankjewel. Zo, lekker waar.
Vandaag gaan we omelet à la carré maken. En wat hebben we daarvoor nodig? Broccoli, ketchup mayonaise, chilipoeder, gewone poeder, eieren uiteraard, currypoeder, paprikapoeder en zout. Gaan we meemaken allemaal. Oké. Vertel, wat gaan we allemaal doen? Ik zie een kommetje klaarstaan. Ja, een kommetje inderdaad. Een heleboel ingrediënten. Ja, en dan doe ik een eitje zo. Zo, dat is één ei. Nog een ei. Nog een ei. Verdoek maken is leuk. En ik hoef geen schelpjes erin. Niet. Zo lekker knapperen. Nee, dat is niet fijn. Lekker op je vingers kijken. En we staan lekker te wachten voor het verkeerslicht. Yep. Het is nou nog groot. Rood licht. Ja. Rood licht. Toen was het groen. Nou! Wat had hij last van? Waarschijnlijk van kou en regen. Mooi! Dit is ongelooflijk om niet eerder overkomen. Nee. Ja, of nog die stadmotor, hè? Stadmotor heb ik mee te maken. Nee, nee, maar ik bedoel met die tandwieltjes. Ja, we rijden in de tunnel. Ja, en dat lekker op 3 oktober. Morgen is drakenjarig. Ja, op dierendag nog wel. Hoe doet ze dat? Op dierendag. Geen idee. Weet ik ook niet, maar ze is op dierendag geboren. De moeder had De moeder van Draken heeft dat waarschijnlijk gedaan. Ja. Nou nee, de vader van Draken, die heeft gewoon heel goed geschoten. Zodat de moeder van Draken dus op 4 oktober is geboren. En mijn opa is in principe jarig, alleen die leeft helaas niet meer. Dus morgen eventjes oma bellen via Skype, schrapjes. Ja, mijn opa is er helaas niet meer. Nee, ik heb helemaal geen opa's volgens mij meer. Van mama's kant niet, van papa's kant niet. Nee, ik heb geen opa's meer. En oma van mama's kant leeft ook niet meer. Oma van papa's kant, die leeft nog wel, maar ik heb dus 2 oma's nog. En van papa's kant. Want de eerste vrouw, die woont in Sneek. En de tweede vrouw, dat is Annie dus. Om eventjes raar gezegd. Die woont dus in Amerika. Jij nog begrijp? Ik begrijp inmiddels helemaal niets meer van. Nou, dat is mooi. Je uitgebreide familie. Ja, maar dat is het leukste. Maar wij gaan dus naar Den Helder toe. Jee. Tank is vol. En wat top. En wat prima. Alleen maar wat denk dus. En dat we lekker in Den Haag blijven. Maar dat doen we niet. Nee. Maar ze hoeft ook niet alles te weten. Nee. We gaan vanavond niet naar Den Helder. Nee, helemaal zijn we er al. Ja, niet meer naartoe. Nee, want we gaan morgenochtend weer terug. Niet naar de zon. Nee, precies. Ja, mensen, het is bagger weer. Eeuw. Dag, Dom. Zo ver woont hij niet, hoor, van ons vandaan. Lijkt ver, maar hij woont bij Leiden, man. In de buurt van. Ja, maar hij kijkt Roelens, Varensveen. En daar gaat hij wonen. En als je via de andere kant op gaat, ja, en dan zit je binnen 2 minuten weer in Leiden. Via de andere kant. Ja,
maar hij is bezig met papieren opsturen. Waarom ga je remmen hier dan? Omdat je 70 moet? Uitrollen die handel. Uitrollen? Wat is hier mee bezig dan? Dat is uitrollen. Stap maar links van. Voet van je gaspedaal af. Hij moet nog remmen. Nee. Niet. Ja, en we moeten toch wel omrijden. In Den Helder en dan moeten we nog omrijden, want er is een heel groot deel van de weg dicht. Is handig. Is heel handig. Wil je nog wat bij Maas hebben? Ja. Ja? Wat en wat wil je hebben zo? Een pizza. Een TP? Ja, lekker. Big Papa, zeg maar. Turkse pizza, kip kaas zonder groentes. Nou, krijg jij hier zo meteen een Big Papa van mij? Hoor. Niet gewoon met de Big Matta, dat doen we dan. Ja, dat is van Matthijs, ja. Een Big Matta. Die vind ik niet lekker, die Big Matta. Nee, geef mij maar een lekkere Big Mama. Dat is lekkerder. Lekker. Zo, wat een donkere wolken, joh. Jeetje, Mina. Ja, dat zien jullie niet, maar wij wel. Nog harder wat aan. Het is nu alweer kwart over zes. Kwart voor half één. Kwart voor... Zo dan! Smalk. Zo! Smalk. Nou, ik houd wel even... Dat hier niet weten, maar anders was het tweede. De auto, voor deze auto, die ging dus eigenlijk over de doorgetrokken... Over de verdrijvingsvlak. Dankjewel, schat. Ja, hij wil even op 83 zoiets, want 85 mag ik niet meer, hè? Nee, maar ik ben aan het filmen, dus... Omleiding, ja, dat weten we. Omleiding. Maar weer eens lekker naar Maas. Texel. Texel of Texel? Texel. Dat zo meteen maar eens even bekijken op internet waar dat vandaan komt. Waarom Texel? Bochie! Joepie! Niet zo schreeuwen elkaar in. Den Helder. Den Helder. Stadsgift Helder. Welkom. Makkelijke route? Lekker simpel. Is dat niet op? Lekker immigrados. Ja, dat is prima wat je doet. Ah, die is daar. Mooi. Gaan we achter deze Mazda aan. Deze Mazda. Een Mazda. Een Mazda of een Mazda? Een Mazda. Mazda. Mazda.
handig. Kijk, dat gaat alweer beter. Dit is leuk. Ja, je kan allemaal weer wat zien, meer zien, schat, en door de ruit. Hierin. Nou, die gaat op helemaal. Ja, en toen was het alweer een zondag 4 oktober Dierendag. Yay! Eet geen dierendag. Eet geen dierendag. En ik heb nu al zin in volgende week vrijdag. Dus het is aanstaande vrijdag. Ja, wat? Want dan ga ik mijn zus zien. Alweer na 5 jaar. In het echt. Ah, lekker. Even een vraag over dierendag trouwens. Want benzine is gemaakt van fossiele brandstof. Even nog één keer, lief. Hoe zei je vraag dat? Over dieren dan. Ja. Want benzine, brandstof in het algemeen, is gemaakt van fossiele brandstof. Ja. Olie en dergelijke. Ja. En dat is van plantaardige en dierlijke producten. Ja. Mag je ook niet meer auto rijden? Nee. Dat dacht ik al, zegt hij ook. Nee, we gaan eventjes heel even naar de Jum even kijken. En dan daarna weer lekker naar huis. En dan lekker tv-tijd. Jane in the Virgin, toch kijken? Jane the Virgin? Ja, heb ik zin in. Lekker bank hangen. Jane the Widow. Ja, en ik lekker op de grote bank. En jij lekker op de kleine bank. Lekker oprot op de kleine bank. Op de kleine bank, ja. Nee hoor, hij mag gewoon lekker bij me op de bank zitten. Maar ik wil lekker gewoon lekker lang uit. En dan lekker mijn voetjes op zijn schoot. Lekker. Nee, mijn voetje op mijn schoot of jouw schoot? Ja, allebei. Wat jij wil. Ja. Dit was de vlog! Ja, precies. Dat is leuk. Hè? Was even leuk. Ja. Nou, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het riedeltje. Abonneren. Belletje aan. Duimpje omhoog. En laat toch een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie gewoon graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Hey. Dikke tuut op je snuit. En tot morgen. Doei!